Oké, zijn we weer. Vandaag gaan wij verder met hoofdstuk 5. Maar wij gaan niet verder met de reacties over zouten. Ja, die neerslagreacties waar we het in het vorige filmpje over hebben gehad, die parkeren we even. Die komen in het volgende filmpje wel weer terug. Nee, in paragraaf 5.3, want daar gaat het vandaag over, gaat het over weer chemisch rekenen. Alsof we er nooit mee klaar zijn. Nou, ik heb wel goed nieuws. Dit is eigenlijk de laatste paragraaf die we daar nog echt aan besteden. Hierna hebben we het hele overzicht binnen. Gaan we er nog flink mee oefenen. Want dat zal toch echt moeten gebeuren om te zorgen dat je het echt zelf onder de knie krijgt. Maar nieuwe begrippen komen er niet echt meer voorbij. In ieder geval niet meer dit jaar. Volgend jaar in 5 VWO nog weer een paar. Nou, hetgene waar we het vandaag over gaan hebben is het sluitstuk van het chemisch rekenen in de vierde klas. En dat is het rekenen met wat we noemen molverhoudingen. Rekenen met molverhoudingen. We hebben de mol al geïntroduceerd eerder dit jaar. Daar heb je al een paar berekeningen mee moeten kunnen doen. En misschien heb je je al min of meer terecht afgevraagd, wat moet ik met de mol? Nou, wat wij met de mol moeten, of wat wij met de mol kunnen, is dit. En dit rekenen met molverhoudingen is een hele prettige vereenvoudiging van al het chemisch rekenwerk wat we moeten kunnen doen. Dus het maakt het chemisch rekenen een stuk behapbaarder en overzichtelijker. Maar we moeten wel even de truc hiervan zien. En daarvoor ga ik vandaag eigenlijk even een mooi voorbeeld laten zien. En het voorbeeld dat we gaan bekijken is de verbranding van ethaan. Ethaan, dat is C2H6. In de derde klas heb je iets over gehoord. Komt straks in hoofdstuk 6 wel weer terug. En als ik dat ga verbranden, en dat kan je als het goed is nog wel herinneren, dan is dat een reactie met zuurstof. En als verbrandingsproducten krijg je oxides. Dat is in dit geval koolstofdioxide, want er zitten koolstofatomen in mijn brandstof. En het is water, want er zitten waterstofatomen in mijn verbrandingsproduct. In mijn brandstof. Dan moet ik de boel nog netjes kloppend maken. En dat doe ik nu heel snel. Niet uit mijn hoofd hoor, dit heb ik ook even voorbereid. Maar als ik deze coëfficiënten gebruik, is mijn reactievergelijking ook helemaal netjes kloppend. En nu hebben wij wat gegevens. Nu heeft een opgave of een leraar, wie dan ook, ons verteld. Nou, we hebben 10,00 gram van dat ethaan. En de vraag is, hoeveel gram water ontstaat er? Of hoeveel gram koolstofdioxide ontstaat er? Of hoeveel gram zuurstof is er nodig? Nou, dat heb je in de derde klas ook al een beetje berekend. En toen deden we dat met zogenaamde massaverhoudingen. Maar massaverhoudingen zijn om allerlei redenen niet zo heel erg prettig om mee te rekenen. De belangrijkste reden is nog wel dat er verschrikkelijke klote getallen zijn. Ja, 0,046 staat tot iets, 0,342. Hele irritante getallen om mee te kunnen rekenen. Nu wij de mol hebben geleerd te gebruiken, kunnen wij ook overstappen naar wat we noemen de molverhouding. En die molverhouding is vele malen prettiger om mee te berekenen. Maar wat ik dan wel eerst moet doen, is die gram omrekenen naar mol. Nou, gram naar mol, dat is gedeeld door de molaire massa. De molaire massa van ethaan is 30,068. Dus als ik 10 gram deel door 30,068, 10 gedeeld door 30,068, kom ik op 0,332579, puntje, 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 puntje. Dat gaat nog wel even door. Mol. En dat is mol ethaan. Nou, dat is niet bijvoorbeeld water. Maar als we nou naar de reactievergelijking kijken, dan zien we dat daar ook een verhouding in staat.
Daar staat namelijk in dat voor iedere twee moleculen C2H6 die ik krijg, of die ik heb aan het begin, ik 6 moleculen H2O terugkrijg. Die verhouding, dat noemen we de molverhouding. Want die verhouding geldt niet alleen maar voor losse moleculen, die geldt ook voor mollen. Want om jullie er maar even aan te herinneren, de mol was niks anders dan een aantal. Nou, dus niet een massa, niet hoe zwaar iets is, maar een aantal. Die verhouding kan ik dus gebruiken om in één keer bijvoorbeeld te komen bij de hoeveelheid mol H2O. Nou, wat doe ik daarvoor? Ik moet daarvoor gedeeld door 2 doen en maal 6 doen. Want dat is namelijk de molverhouding. Dus gedeeld door 2 maal 6. 2 staat tot 6. Dat is de molverhouding. Dat doe ik met mijn getal. Ik deel het door 2. Ik vermenigvuldig het met 6. En dan krijg ik 0,99777. 3, 8, puntje, puntje, puntje. Nog steeds mol, alleen nu H2O. Dus wij zien nu dat als ik van stoffen weet hoeveel mol ik heb, en ik heb bijvoorbeeld de reactievergelijking, dan kan ik pijlsnel van een andere stof uitrekenen hoeveel mol ik krijg, of hoeveel mol ik nodig heb, bijvoorbeeld bij zuurstof. Dat kan razendsnel met die molverhouding. En daarom is die molverhouding zo prettig. Maar de voorwaarde is dus dat je eerst omrekent naar mol. Noteer het hier maar eventjes. Eerst omrekenen naar mol. Anders mag het niet. Je mag niet gram met die verhouding doen. Mag wel met een verhouding, maar dat is met die massaverhouding. Dat is met die verschrikkelijke getallen die we vorig jaar hebben gebruikt. Dit jaar gaan we met die molverhouding aan de slag. Fijnere getallen, veel sneller om mee te rekenen. Maar je moet dus wel eerst naar mol omzetten. Nou, deze mol H2O, om maar weer even verder te gaan met de vraag, kan ik natuurlijk ook gewoon wel weer naar gram H2O omrekenen. Mol naar gram, dat is maal de molaire massa. De molaire massa van H2O is 18,016. En als ik mijn getal dus vermenigvuldig met 18,016, dan komen we op 17,97525. Nou, puntje, puntje, puntje. Gram H2O. Dus ik heb nu succesvol van gram ethaan omgerekend naar gram H2O. Dat moet dus met behulp van de molverhouding, met behulp van de hoeveelheden mollen. Nou, moet je als laatste niet nog even vergeten dat dit ook in een bepaalde significantie hoort. Dus ik mag helemaal niet 17,9752 et cetera opschrijven. Ik moet kijken naar het aantal significante cijfers. 10,00. Dus 4 significante cijfers. Hier is een 5,2. Dus dit moet worden opgeschreven als 17,98 gram H2O. Dat is dan het eindantwoord. Nou, dit had ik ook kunnen doen met CO2. Is de molverhouding dus anders. Dan is het gedeeld door 2 keer 6. Ik had het ook kunnen doen met O2. Dan is het dus gedeeld door 2 keer 7. Zo kan ik naar iedere andere willekeurige stof uit de reactievergelijking en kan ik steeds met behulp van de molaire massa's van die stoffen bepalen hoeveel gram ik nou krijg. Hoeveel product ik nou vorm. Nou, je merkt het nu. Ik kan dit super kort uitleggen. Ik ben nog geen 10 minuten bezig geweest. Maar dit is echt de crux van het hele chemisch rekenen. Alles wat we tot nu toe hebben we gedaan om dit uiteindelijk te kunnen doen. Om die molverhouding in de reactievergelijkingen te kunnen gebruiken om snel en efficiënt een berekening te kunnen uitvoeren. Die berekeningen gaan altijd op dezelfde manier en het is belangrijk dat je dus ook die manier goed kent. Nou, om dat nog even samen te vatten wil ik een klein stappenplannetje opschrijven waarin die manier heel netjes in stappen beschreven staat.
Dan kan je daarna aan de hand van het stappenplan oefenen. Gebruik hem ook echt in eerste instantie erbij. Ga niet een beetje klooien. Ga niet denken, ik weet toch wel hoe dit moet. Ik los het zelf wel op. Nee, gebruik het stappenplan in het begin. Totdat je het gevoel hebt dat je echt door hebt wat er nou gebeurt. Nou, stap 1 van het stappenplan is als het volgt. Bepaal de molverhouding. Bepaal de molverhouding. Dat kan zijn met behulp van een reactievergelijking. Bijvoorbeeld met behulp van een reactievergelijking. Maar het is ook vaak in opgaven zo dat er gewoon gegeven staat, de molverhouding is, dubbele punt. Ja, dan hoef je natuurlijk niet nog na te gaan denken over wat de reactievergelijking nou precies is. Stap 2. Reken je gegevens om naar mol. Reken je gegevens om naar mol. Ik schrijf hier expliciet op je gegevens en niet bijvoorbeeld gram. Want we hebben ook andere gegevens al om leren rekenen naar mol. We hebben ook volume al om leren rekenen naar mol. Om maar een voorbeeld te noemen. Dus het maakt niet uit welke gegevens je hebt. Je rekent ze om naar mol. Dan bereken de hoeveelheid. Bereken de hoeveelheid mol van de gevraagde stof. Ja, dus waarvan wil de opgave nou iets weten? Moet jij iets berekenen over stof die of stof zus of stof zo? En welke stof het maar is, dat is de gevraagde stof. Bereken de hoeveelheid mol van de gevraagde stof met behulp van de hoeveelheid mol. Hoeveelheid mol van de gegeven stof. Ja, dat is dus wat we in stap 2 hebben gedaan. En de molverhouding. Dat is wat we dus in stap 1 hebben gedaan. Dus die twee dingen combineren we nu. We hebben het net in het voorbeeld ook gedaan. Gebruik dus die verhouding. Dan kunnen we bij hoeveelheid gevraagde stof af. Dan nog stap 4. En dat is reken om naar de gevraagde. Reken om naar de gevraagde eenheid. Dat is in het voorbeeld hebben we gedaan dat we ook het eindantwoord in gram wouden weten. Maar misschien wil ik het eindantwoord wel in een hele andere eenheid weten. Misschien wil ik weer volume weten. Nou, in dat geval moet je dan dus hier omrekenen naar een andere eenheid. Maar we hebben al van allerlei verschillende eenheden leren rekenen. Naar mol of naar gram of naar volume, etc. Dus dat kunnen jullie. Als je het niet meer beheerst, kijk dan terug naar de stukjes, naar de filmpjes en naar de opgaven die daarover gingen. Dan is er ook nog een stap 5, want we zijn nog niet helemaal klaar. En stap 5 hebben we al eerder gezien. Controleer alles. Nou, ik heb in een eerder filmpje uitgelegd waar alles voor stond. Antwoord, leesbaar, logisch, eenheid en significantie. Vergeet dat alsjeblieft niet. Zonde als je dat niet doet. Nou, als je deze stappen volgt, kan je ontzettend veel handige berekeningen uitvoeren met behulp van bijvoorbeeld die reactievergelijkingen. De molverhouding staat in de reactievergelijking en die kan je gebruiken om van alles te berekenen. Dit gaan we de komende 3 jaar nog heel veel doen. Het gaat steeds terugkomen en het is essentieel dat je het nu meteen goed onder de knie krijgt. Dus wij gaan de komende weken na hoofdstuk 5 hier enorm veel extra tijd nog aan besteden. We gaan nog gewoon echt heel veel oefenen met alleen maar dit.
Gebruik dit stappenplan in het begin. En pas als je helemaal door hebt wat er gebeurt en waarom het gebeurt, schuif je dat ding misschien een keer opzij en doe je het op je eigen manier. Maar tot die tijd, lekker deze aantekeningen erbij en iedere keer weer ernaar kijken. Zorg dat je die stappen blijft volgen. Nou, veel succes met oefenen. En als je vragen hebt, hoor ik het heel graag. Tot ziens!